Tom van Genuchten, we staan bij de start van het eerste deel van de marathon-etappe. Zin erin, een dag zonder assistentie? Ja, zeker. Ja, we moeten als derde truc starten over een goede half uur. 367 kilometer. Ze denken wel dat er links en rechts wat plassen water zitten en wat nat is en wat glibberig, dus zal opletten zijn. Het ziet er op zich vanaf hier wel vrij snel uit. Ja, het ziet er zeker vrij snel uit, ja. Ja, het zal ook wel een snelle proef zijn, dus we hebben weer nieuwe banden eronder liggen, dus we kunnen er tegenaan. Heb je de truc nou ook helemaal vol zitten met extra reserveonderdelen? Nee. Eigenlijk hetzelfde als anders. Dus als deze marathon-etappe nou in de duinen zou zijn of heel veel stenen piste, dan hadden we dat wel gedaan. Maar omdat dit toch gewoon snelle paden zijn, zeg maar, met links en rechts plas water erin helaas, denk ik, is dat niet nodig. En dan straks en ook morgen de zoutvlaktes bij Uyuni. Dat levert natuurlijk altijd spectaculaire plaatjes op. Daar nog specifiek zin in? Vind je het fijn om daar te rijden? Ja, dat is een keer een andere ondergrond. Dat maakt het ook mooi, hè, dat je elke dag andere ondergronden hebt en andere pisten. Dus, en een nieuwe omgeving en nieuwe mensen. Dus nee, dat komt goed. Die dagoverwinning, vandaag of morgen, zeg maar? Ik zeg niks. Dat doen we s'avonds wel bekijken.